Goedemiddag kijkers in Nederland en België. Welkom bij Eurosport, welkom bij de Europese kampioenschappen gewichtheffen vanuit Straatsburg. U ziet hier wat beelden van de stad. Historische beelden en hedendaagse beelden. De wedstrijden worden gehouden in de Renus Sporthal. Een knots van een sporthal waar een paar duizend mensen in kunnen. Uw commentator is Piet van der Kruk. En u gaat direct kijken naar de vrouwen in de klasse tot 75 kilo. De één na zwaarste klasse van de vrouwen. Het gewichtheftoernooi. Deze Europese kampioenschappen duren 6 dagen. En het is vandaag de 3e toernooidag. Vanmiddag hebben we al gehad de vrouwen in de klasse tot 69 kilo. Nu komen dus de vrouwen tot 75. En straks om 8 uur begint er weer een nieuwe wedstrijd. De mannen in de klasse tot 69 kilo. Hier ziet u de deelnemsters, de startlijst van de vrouwen in de klasse tot 75 die direct gaan beginnen. Gorhus Dian uit Armenië. Matveva, Rusland. Kiseleva, Rusland. Ruzinska, Bulgarije. Kulesja, Wit-Rusland, Mironiuk uit Oekraïne, Kranz uit Duitsland en Valentin uit Spanje. Gorhutjan uit Armenië, dit is Matveva, Tatjana, de Russin. Tatjana Matveva. Olga Kiseleva. De tweede Russin. Iets lichter dan Matveva. Maar wel in dezelfde klasse uitkomend. Ruzinska uit Bulgarije. Heeft sinds de Olympische Spelen Athene niet meer aan internationale wedstrijden deelgenomen. Daar werd ze 4e. In het voor-Olympisch jaar zien we haar dus weer. Irina Kulesja uit Wit-Rusland. ...20 jaar. Nadia Mironiuk uit Oekraïne. 23 jaar. 8e verleden jaar bij de wereldkampioenschap in Santo Domingo. Yvonne Kranz, Duitsland. Werd 10e bij de WK verleden jaar. Lidia Valentin, de Spaanse. Die de lol er nog wel van inziet. Maar straks, ik hoop dat ze straks nog net zo vrolijk is als nu. In dit gezelschap. Hele sterke vrouwen, de één na zwaarste gewichtsklasse. Dit zijn eerdere winnaars in deze gewichtsklasse. Te beginnen met Maria Takacs uit Hongarije en eindigend met Natalia Zablonaya uit Rusland, die er niet bij is nu. Dit zijn de records van de wereld en Europa. 130 bij het trekken allebei en 159 stoten en 158 kilo stoten voor Europa, 159 voor de wereld. Totaal 286. Dit is het scorebord waarop we het wedstrijdverloop op zeg maar papier kunnen volgen. We zien dat degene die het eerste gaat beginnen op dit moment de Bulgaarse is, Ruzinska. Die vraagt 95 kilo. Dit is Kranz, de Duitse. Die zou ook wel eens kunnen gaan beginnen. Als Ruzinska wat hoger in gaat zetten. Behalve Ruzinska uit Bulgarije doen er dus 2 Russinnen mee. Een Oekraïense en Armeense.
Een Wit-Russin, een Spaanse en een Duitse. En alleen Ruzinska is een deelnemster met Olympische ervaring. Ja, daar gaat de Bulgaarse al omhoog naar 98 en blijven Mironjuk en Krantz staan op 97 kilo. Dus als het er nu uitziet, gaat de Oekraïense Mironjuk zou gaan beginnen met 97 kilo. En op de tweede plaats, de tweede poging voor Krantz uit Duitsland, die hetzelfde opgegeven heeft. Daar komt wat beweging en de Oekraïense gaat ook weer omhoog. Ja, dat is het loven en bieden. Dan, ja, als ze, ja, daar gaat hij al, de Oekraïense. Die gaat naar de 100 kilo toe, blijft Krantz op 97 staan en Ruzinska op 98. En inderdaad, Krantz komt daar met 97 kilo als eerste op het podium. Ja, er wordt altijd wat voorzichtig ingezet. Omhoog kan wel, naar beneden niet meer. En het verloop van de warming-up bepaalt de aanvangsgewichten van de deelnemers. Krantz doet het voorzichtig aan. Persoonlijk record is 100 kilo verleden jaar bij de EK in Polen. Bij de WK verleden jaar 98. Nu begint ze met 97 in de eerste beurt. Toch lekker hoog voor haar. Ze werd verleden jaar de gewichthefster van het jaar 2006 dus. Daartoe werd ze uitgeroepen in Duitsland. Vanwege haar toch wel succesvolle internationale prestaties. En nu pakt ze 97 kilo in haar eerste poging. Ze is geboren in Schmalkalden. En is lid van de atletenclub Soel in Thüringen. En ze is beroepssoldaat. Ze kan heel de dag trainen. Ze kan zich heel de dag met sport bezighouden. Deze Yvonne Krantz, 22 jaar uit Duitsland. Ruzinska, die houdt het op 98. De Bulgaarse. In Athene voor het laatst op het podium. Toen trok ze 115. En nu begint ze met 98. Ze is geboren en getogen in de plaats Burgas. En dit gaat heel makkelijk. Nou, ze zet even een beurt neer. Het is ver onder haar kunnen. Maar wie weet wat ze nog uit de kast gaat halen hierna. Haar beste prestatie is een eerste plaats bij de Europese kampioenschappen voor junioren. Maar dat is alweer 6 jaar geleden. Toen trok ze 97,5. En daarna heeft ze altijd op tweede en derde plaatsen gestaan. En enkele keer zelfs nog wel eens wat hoger. De grote prijs van Rusland bijvoorbeeld. In 2002 werd ze 11 in een klasse zwaarder. Kiseleva, Rusland, 100 kilo, eerste poging. Ze is 1,62 meter lang. Ze weegt in deze wedstrijd 71,7 kilo. En ze gaat beginnen met 100 kilo trekken. Eerst werd ze bij de wereldkampioenschappen voor junioren in 2004 in Minsk. Bij de EK, de laatste EK waren die in 2005, werd ze tweede. Toen trok ze 110 en nu begint ze heel voorzichtig met 100 kilo. De eerste beurten zijn meestal voorzichtig. En enkele keer zie je een deelnemer of deelnemster wel eens gelijk bij de eerste beurt op avontuur gaan. Soms loopt het goed af, maar meestal verkeerd. En dan kan het wel eens voorkomen dat zo'n aanvangsgewicht 3 keer gemist wordt. En dan is het
over en uit sluiten maar. Dan is de wedstrijd afgelopen. 100 kilo. Nou, dat gaat ook heel goed. Rustig. Er worden weinig risico's genomen in deze wedstrijd tot nu toe. Dames, Kulesja was dat, Wit-Rusland. We gaan allemaal op zekerheid. Heel rustig. Mooie techniek. Even vastzetten. Ja, dan moet straks alles uit de kast in de volgende beurt. Dan gaan we even terug naar de warming-up ruimte. Daar zit de Spaanse Lidia Valentin. Daar gaat die mee beginnen. 8 deelnemsters, 4 zijn er op het podium geweest. Daar komt Krans voor de tweede beurt. De Duitse, 22-jarige Duitse. Met de coach Hartmut Bernhard. De bondscoach Peter Keks behoort ook tot haar trainers. Ze gaat naar 101 kilo in de tweede beurt. Degene die het hoogste in gaat zetten is Gurs Houdian uit Armenië. Die heeft 115 kilo gevraagd. Nou, daar zijn we nog niet aan toe. Voorlopig moet dit eerst afgewerkt worden. 101 kilo voor Mironiuk uit Oekraïne. Snel en vast. ...101 kilo was dit voor Mironiuk uit Oekraïne. De eerste beurt. Krans in de tweede beurt voor 101. Tilt het ook heel makkelijk op. De halterstang voor de vrouwen is ietsje korter en ook wat dunner dan die van de mannen. En ze heeft hem niet. Dat zal ze dus over moeten doen. Dat vraagt weer even tijd. Maar bij de mannen is de lengte van de halterstang 2,20 meter. En bij de vrouwen is dat 2,01 meter. Hij is dus 19 centimeter korter. De dikte van de halterstang bij de mannen is 28 mm. En die van de vrouwen is 25 mm. Dan is het gewicht van de stang zonder de klemmen bij de mannen 20 en bij de vrouwen 15 kilo. En het maximumgewicht waarmee de halterstang geladen kan worden is 260 kilo. Nou, daar komen deze voorlopig niet aan toe. Misschien de superzware mannen, zondagmiddag. De schijven hebben allemaal een kleurtje gekregen en het is om het u, televisiekijker, wat makkelijker te maken. De televisie is unieker te maken, die sport. De rode schijf weegt 25 kilo, de blauwe 20. De gele is 15, de groene 10. En de witte is 5 kilo. Dan zijn er nog blauwe die ook 2 kilo wegen. Dus je ziet aan de buitenkant die gele schijf. En die gele schijf weegt 15. Die rode die aan de binnenkant zit weegt 20 kilo per stuk. Een halterstang weegt 20. 2 keer 20
van de schijven is 60. 2 keer 15 is 90. En dan wat kleine schijfjes. Dat maakt 101 voor Yvonne Krantz uit Duitsland. Derde laatste poging. Ongeacht of ze deze beurt nou wel of niet haalt. Zij is klaar met het onderdeel trekken. En kan zich gaan voorbereiden op het stoten. De tweede oefening. Ja. Nu heeft ze hem wel. En Yvonne Krantz is daar best mee in de nopjes. En dat heeft alles te maken met het feit dat het een persoonlijk record is, want dat stond op 100 kilo en het is nu dus 101 geworden. Ruzinska, de Bulgaarse, die gaat voor 102 in haar tweede poging. In de eerste heeft ze 98 gehaald, nu gaat ze voor 102. Het platform op het podium waarop getild wordt is 4 bij 4 meter. Dat heeft een dikte van 4 centimeter. En dat mag niet verlaten worden. Je mag dus wel aan de wandel op dat plankier van 4 bij 4, maar je mag het niet verlaten. Dan is een beurt ongeldig. Af en toe moeten er wel eens wat stapjes gedaan worden naar voren, naar achteren of opzij. Dat mag als je maar op dat plankier blijft van 4 bij 4. Nou, deze beurt van 102 voor Slaveika Ruzinska is goed. Ze heeft nog één beurt over. En gaat ze die hier achternemen of laat ze de eer even aan de anderen? Van de 8 deelnemsters hebben we er nu 5 op het podium gehad. 3 nog niet. Gurs Houdian uit Armenië hebben we nog niet gezien. Ook de Rusin Tatjana Matveva nog niet gezien. Evenals de Spaanse Valentin moet nog op het podium komen. De overige 5 hebben allemaal minimaal 1 beurt gehad. En Yvonne Krantz uit Duitsland is zelfs al klaar met de wedstrijd. U ziet dat. Zij heeft de 3e beurt gehad. Ruzinska de 2e beurt. En die andere 3 hebben de 1e poging gehad. En dan staan er nog 3. Matveva, Gursus, Jan en Valentin uit Spanje. Die nog niet aan de beurt geweest zijn. De riem die niet alle gewichtheffers dragen. Bij die vrouwen zie je dat weinig, maar die is ook aan maten gebonden. En die mag niet breder zijn dan 12 centimeter. Tatjana Matveva. De Russin. Ze heeft nog een zus, Ekaterina Matveva. Die komt een klasse lichter uit. Maar dit is Tatjana Matveva. En ze haalde niet die 1e poging. Gehaast, hele slordige techniek. Ongeconcentreerd. 105 kilo tellen niet. Eens kijken of ze hem direct overdoet of dat ze de eer aan een ander overlaat. Daar komt de Spaanse Valentin. Die gaat vast ook wel voor 105. En die zet behoorlijk hoog in. Het is gelijk aan haar persoonlijk record. Bij de wereldkampioenschappen 2 jaar geleden in Qatar, in Doha, trok ze ook 105. En zowel daarvoor als daarna heeft ze dat nooit eerder gehaald. Dus zij begint met een persoonlijk record. Deze 22-jarige Spaanse. Uit Campo Don Raya. En ze is lid van een club in Madrid. Die vereniging heet Latina. Ze studeert in Madrid. En ze beoefent daar haar sport. En dit gewicht tilt ze heel makkelijk. Begonnen met een persoonlijk record op een internationaal podium. Dat is niet slecht. Dat belooft wat. Misschien wel weer een Spaans feestje. Haar beste prestatie is in 1e plaats tijdens
de kampioenschappen van de Europese Unie. Ja, die worden ook al gehouden. Daar werd ze verleden jaar eerste in Bischofshoven in Oostenrijk. Kiseleva. Tweede poging, 105. 100 gehaald in de eerste, nu naar de tweede poging voor 105 kilo. Kiselova, Rusland. Persoonlijk record 110. Verleden jaar heeft ze niet aan internationale wedstrijden meegedaan. Nu is ze er weer bij. Natuurlijk met het oog op de Olympische Spelen volgend jaar. En die beurt is gewoon goed. Ze is begonnen met 100 is goed. 105 is goed. En ze rukt op naar haar persoonlijk record van 110 kilo. De bandages die sommige van de deelnemers om pols en knieën hebben zijn ook aan maten gebonden. Om de pols mag die niet breder zijn dan 10 centimeter en om de knie niet breder dan 30 centimeter. Verder is de lengte niet gelimiteerd. Matveva. Rusland. Gaat 105 overdoen. In de eerste poging miste zij hem. Nou, ze zit tegen het topje van haar kunnen. Maar ze is blij. Ze heeft hem. 105 kilo. Voor Matveva. 112 is haar PR, verleden jaar bij de EK in Polen. Nu 105, nadat ze hem aanvankelijk gemist heeft. Kulesja is met 100 begonnen, gaat nu naar de 106. Irina Kulesja uit Wit-Rusland. Heel goed. Ze heeft 105 al achter haar naam staan sinds verleden jaar. En nu doet ze het ook. Verleden jaar was dat tijdens de wereldkampioenschappen voor junioren in China. In Hangzhou, om precies te zijn. Daar trok ze 105 en dat doet ze nu weer. Voor de tweede keer in haar carrière tijdens een internationale wedstrijd. Mironiuk, 106 kilo. Doet er 5 kilo bij. Ze haalde 101 in de eerste poging en gaat nu voor 106. Oekraïne. Mironiuk doet het. 106 kilo. Nog 2 kilo onder haar PR. Verleden jaar in Wladyslawowo in Polen bij de EK trok ze 108. En nu is ze via 101 op 106 gekomen. En heeft ze nog 1 beurt over. Op 1 deelnemster na hebben we ze allemaal gezien. En degene die nog niet geweest is, is de Armeense. Ruzinska nu, 106 kilo. De Bulgaarse. Derde en laatste poging. Ze heeft 98 en 102 gehaald en gaat nu in de derde poging voor 106. Ripsim Gurs-Houdian uit Armenië, die hebben we nog niet gezien. Ruzinska, Bulgarije. Grote internationale ervaring, maar hier gaat het toch fout. Ze blijft op 102 staan en de vorm is er nog niet. Bij deze dame van 73,8 kilo.
Vierde in Athene en daarna heeft ze het niet meer internationaal getild. En dat wreekt zich nu. Inmiddels 3 jaar na de Olympische Spelen. Ze zal vast wel nationale wedstrijden hebben gedaan. Maar ze is niet op het internationale podium geweest. En is de routine een beetje kwijt. Ze blijft 13 kilo onder haar PR internationaal. Kieseleva, 107 kilo. Derde en laatste poging. Ze haalde 100 en 105 in de eerste en tweede beurt. En gaat nu in de derde poging proberen 107 te halen. Drie kilo onder haar PR van 110. Dat sinds verleden jaar op haar naam staat. En dat gaat fout. Ze blijft hangen op 105 kilo. Ja, ze heeft hem goed, maar ze kan de evenwicht niet vinden. Ze zakt heel diep door de knieën. En ziet geen kans in een stabiele houding te komen om zo te kunnen gaan staan. De stand van zaken op dit moment. Wetende dat alleen Gurs Houdian uit Armenië hier nog bij komt. Waarschijnlijk helemaal bovenaan. Dan schuiven ze allemaal één plaatsje op. Tatjana Matveva. 108 kilo in de derde en laatste poging. 105 gemist in de eerste, 105 in de tweede gehaald. Nu voor 108. Tatjana Matveva. Geboren en getogen in de plaats Zima in de regio Irkutsk. Meestal lid van de vereniging CSKA. Ze is regerend Europees kampioene. Ze is hier dus titelverdedigster. Vorig jaar werd ze eerst in het algemeen klassement. En ze won ook nog trekken met 112. En nu komt ze op 108 uit. Ja, of ze die titel weer haalt, is nog maar de vraag. Dat hangt er vanaf wat die Armeense straks gaat doen. De onbekende Armeense. Zover onbekend. Ze heeft wel eens 115 getrokken. Dat was op de WK verleden jaar. Mironiuk gaat voor 108 in de derde en laatste poging. Oekraïne 101 in de eerste, 106 in de tweede en 108 in de derde en laatste poging. Mironiuk. Persoonlijk record is 108, verleden jaar tijdens de EK in Polen. En nu gaat het mis. Ze blijft staan op 106 kilo. 5 van de 8 zijn klaar met de wedstrijd. Kulesja heeft nog 1 beurt. De Wit-Russin. De Spaanse mag nog 2 keer terugkomen. En de Armeense heeft nog 3 beurten te gaan. Hier gaat beginnen op 115. Je ziet het bovenaan staan. Op het scorebord. Kulesja, 109 kilo. Derde en laatste poging. Wit-Rusland. 109, dat is 3 kilo boven haar persoonlijk record. Dat staat sinds zojuist op 106. Voor de wedstrijd stond het op 105 en het blijft op 106 staan. Waarmee ze haar persoonlijk record in deze wedstrijd toch met 1 kilo verbetert. Nou, we hebben nog 2 van de 8 vrouwen in de strijd. Gurs Houdian uit Armenië met nog 3 beurten. En Valentin uit Spanje met nog 2 pogingen. En wie gaat het worden? De Spaanse hebben we al een keer gehad met 105. Als zij
in de tweede poging 110 neemt, wat de verwachting is, dan gaat die Gurs Houtian, die Armeense, waarschijnlijk drie beurten achter elkaar doen. Inderdaad, daar komt de Spaanse, Valentin. Voor inderdaad 110 kilo in de tweede poging. 110. En ze kan veel meer, Lydia Valentin. Want ze heeft alles 120 getrokken. En nee, 105 heeft ze getrokken. En nu 110. Ze gaat dus 5 kilo over haar persoonlijk record heen als ze dit haalt. Ze heeft 105 gehaald. Dat was haar persoonlijk record. Dat haalde ze in 2005 in Qatar. Heeft ze geëvenaard in de eerste poging. En nu gaat ze met 110. 5 kilo over haar persoonlijk record heen als ze dit haalt. Deze studenten uit Madrid. En ze doet het. En heel makkelijk. Ja, ja. Ze neemt de leiding nu bij het trekken. Matveva de Russin heeft 108 en deze Spaanse 110. Maar we hebben Gurs Houtian uit Armenië nog niet op het podium gehad. In ieder geval is deze Spaanse goed voor zilver bij het trekken. En ze staat op dit moment op goud. Maar de Armeense is nog aan zet. En dan hangt het er vanaf wat Valentin in haar derde en laatste poging gaat doen. Houdt ze het bij 110 of doet ze er nog een paar kilootjes bij? En zo te zien doet ze een paar kilootjes bij. Gurs Houtian uit Armenië begint pas bij 115. Dat is haar persoonlijk record. Die gaat dus een beetje pokeren. En deze Spaanse is nu dus blijkbaar aan zet. En die gaat er een paar kilootjes bij doen. Misschien wel 112. Nee, ook naar 115. Zij dwingt nu de Armeense eerst het podium op te gaan. Wetende dat die Armeense op het topje van haar kunnen gaat beginnen. Tenzij het een volslagen verrassing is in deze wedstrijd. En ze dat gewicht heel makkelijk gaat halen. Lukt het ze niet, dan kan Lydia Valentin, de Spaanse, wel eens voor goud gaan. Het hangt er vanaf hoe dit gaat. Het is heel hoog. Haar persoonlijke record van deze Armeense is 115. En daar gaat ze nu mee beginnen. Die 115 haalde ze verleden jaar bij de Europese kampioenschappen in Polen. Dan werd ze derde in het algemeen klassement. En trok ze 115. Nou, nu begint ze daarmee. En ze doet het goed. Nou, er zit natuurlijk veel meer in. Maar het is wel zo dat die... Ja, ze is ook nog lichter. Dat is jammer voor de Spaanse. Als Valentin voor goud gaat, dan zal ze 116 nog moeten nemen. En dan dwingt ze Gurs Houtian daar bovenuit te gaan. Maar dan moet zij nog maar kans zien om dat te halen. Want 115 is goed voor goud. Dat heeft die Armeense gehaald. Doet die Spaanse ook 115, dan wint ze toch niet. Omdat de Armeense ietsje lichter is. Die weegt 74,23 en de Spaanse weegt 74,64 kilo. Ik verwacht dat Valentin, die is een beetje op oorlogspad, die zou best wel eens 116 eraan hebben kunnen laten doen. Nee, het blijft 115. Ze laat dus die gouden medaille bij het trekken schieten. Ze neemt genoegen met de zilveren. Die heeft ze op zak en er komt niemand meer aan. 115 is een prestatie die voor haar al een topper is. Want ze heeft tot nu toe had ze 105 getrokken, maximaal. Ze heeft 110 gehaald zojuist en nu gaat ze naar 115. Als ze dit haalt, verbetert, en ze haalt het, verbetert ze haar persoonlijk record met maar liefst 10 kilo. In een jaar tijd is deze Spaanse gewichthefster 10 kilo sterker geworden. Wat zeg ik, die 105 die dateert van 2005 en verleden jaar kwam ze niet verder dan 103 bij het trekken en nu 115. Ja, daar zat meer in. Ze had voor goud kunnen gaan, maar dat doet ze niet. Ze houdt het op 115. Goed voor zilver bij het trekken en een prachtige uitgangspositie straks bij het stoten voor een goede plaats in het algemeen klassement. Een feestje in Spanje. En wie weet wat het nog gaat worden straks bij het stoten.
Nou, blijheid in Spanje, in Madrid om precies te zijn. En daar komt Gripsim Gurshudian uit Armenië. Alleen al om deze naam op te schrijven, moet je een paar keer oefenen, laat staan, uitspreken. Maar ik doe mijn best om het zo goed mogelijk te doen. 115 heeft ze gehaald en ze gaat nu in de tweede poging naar 120 kilo. Gripsim Gurshudian uit Armenië. ...120 kilo. Goud heeft ze al bij het trekken. En als ze dit haalt, dan is ze onaantastbaar en heeft ze een prachtige uitgangspositie straks in het algemeen klassement. Het Europese record staat op 130 kilo op naam van Zabolotnaya uit Rusland. Daar zit ze nu 10 kilo onder. Deze 120 kilo die ging heel makkelijk. En ja, ook in Armenië is er enige blijheid. En terecht, want de eerste gouden plak in deze gewichtsklasse is binnen. En ze heeft nog één beurt over. Wat gaat ze doen? Gaat ze op avontuur, vraagt ze een Europees record. 131 kilo, tevens een wereldrecord. Of neemt ze er een paar kilootjes bij en probeert ze een zo goed mogelijke uitgangspositie te behalen voor het algemeen klassement straks. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om die medailles bij het trekken en het stoten. Het gaat erom wie is de Europees kampioen. En dat is degene die de eerste eindigt in het algemeen klassement. Nou, de halter wordt geladen. Ze benut haar tijd en ze vraagt 122 kilo. Ze gaat dus niet op het op recordjacht. Ze probeert een zo goed mogelijke uitgangspositie te vinden om straks die Spaanse, die Lidia Valentin, die haar op de hielen zit, van het lijf te houden. Maar er is nu al een gat geslagen van 5 kilo. Zij trok 120, deze Gurshudian. En Valentin trok 115. Pak ze deze 122, dan doet ze er nog eens een keertje 2 kilo's bij. En verbetert ze haar persoonlijk record met maar liefst 7 kilo. Dat heeft ze zojuist met 5 kilo verbeterd. En ze plakt er nog een keer 2 kilo tegenaan. Beste prestatie tot nu toe was 115, 120 zojuist gehaald. Nu gaat ze voor 122 en die beurt die wordt ook gehaald. Klein beetje wandelen op het randje van het plankier, maar ze blijft erop. En die beurt is goed. Hij telt. Topvorm voor deze Armeense gewichtshefster. Gripsim Gurshudian, die 122 kilo trekt. Ze weegt er zelf 74. En ze is pas 19 jaar. Ze is de jongste deelnemster in dit gezelschap. Die Armeniërs die hebben wel een paar blikken opengetrokken. Ja, ja, op het nippertje blijft ze op het plankier. Bijna liefst het plankier van 4 bij 4 meter af. En dan is een beurt ongeldig. Maar ze zetten hem even op de handrem, vlak voor op het randje. En ze blijft staan. Beurt is goed. Hij telt 122 kilo. En zij is dus nummer 1. Trekken is hiermee afgelopen. 122 kilo. En 115 voor nummer 2. Daar ziet u de uitslag van de vrouwen bij het trekken. 122 kilo voor Gurshudian uit Armenië. Valentin, Spanje, 115. Matveva, Rusland, 108. 106 voor Miruniuk uit Oekraïne. De Wit-Russin Kulesja, die trekt 106 kilo. En dit was de uitslag van het trekken. We gaan er straks even uit voor reclame. Europese kampioenschappen gewichtheffen rechtstreeks vanuit Straatsburg. Er is op het ogenblik een pauze bij de vrouwen in de klasse tot 75 kilo. Ze zijn zojuist klaar met trekken en zijn zich nu aan het voorbereiden op het onderdeel stoten. We krijgen wat hoogtepunten te zien uit de wedstrijd die eerder vanmiddag plaatsvond. De vrouwen in de klasse tot 69 kilo.
That's a nice jump, don't you? Dat was Nazik Adalian, de Armeense. Ook alweer een Armeense die daar tweede werd bij het trekken. Natalia Davidova uit Oekraïne die het trekken won. Nee, die tweede werd met 109 kilo. Ze trok 107 de eerste poging en die mislukte. In de tweede haalde ze wel. En in de derde haalde ze ook nog een keertje 109. Goed voor een tweede plaats. En die Avdalian, die Armeense, die werd derde. En dan werd het trekken gewonnen door Oksana Slivenko uit Rusland. Daar komt ze. Die trok 107, miste 112 in de tweede poging en ging toen nog een keer voor de derde poging proberen die 112 te halen. Als ze dit zou halen, zou dat ook weer een goede uitgangspositie zijn om overal kampioenen te worden en eerste bij het trekken. En dat doet ze heel makkelijk, 112 kilo. Eerste plek bij het trekken voor deze Oksana Slivenko uit Rusland. 112 kilo trekken, zelf 68,5 kilo wegen. Voorwaar geen slechte prestatie. U ziet hier de uitslag van het trekken bij de vrouwen in de klasse tot 69, die eerder vandaag plaatsvond, vanmiddag om precies te zijn. 112 kilo voor Slivenko, Davidova werd tweede en derde werd Avdalian uit Armenië. Hier komt de Oekraïense Davidova bij het stoten. Die ging 132 kilo stoten. Goed voor de derde plaats. En ze heeft hem. Ze had 125 gehaald in de eerste, 130 in de tweede en nu 132 kilo. Avdalian, die gaat naar 136 kilo. Avdalian uit Armenië, 19 jaar, stootte 130 in de eerste, 134 in de tweede beurt, pakt dan 136 goed voor zilver, voor de tweede plaats bij het stoten. In het algemeen klassement zou ze ook tweede worden, met een totaal van 241. Ze zoekt naar het juiste moment. Dat heeft ze gevonden. Dus even een wandelingetje, beentje over. Moment zoeken. En ze heeft hem onder controle. De beurt is goed. Dat was 136 kilo. Goed voor een vrouw die zelf 68,5 weegt. Ja, en dan krijgen we de klapper van de dag. Oksana Slivenko in topvorm. Ze won het trekken, deze Russin, met 112 kilo. Heeft 135 gehaald in de eerste poging bij het stoten. 140 in de tweede en gaat hier voor 145. Als ze dit haalt, heeft ze een totaal van 257 kilo. En dan is ze Europees kampioen 2007. Dat is ze, dat was ze al met haar eerste poging. Ze had nog twee beurten te gaan toen iedereen klaar was. En die heeft ze allebei benut, die pogingen, waardoor ze met kop en schouders boven de rest uitsteekt. En met vlag en wimpel, daar ziet u het, het stoten won met 145 kilo. 9 kilo meer dan nummertje 2, Avdalian uit Armenië. En daar is de prijsuitreiking, de Russin. Oksana Slivenko krijgt daar de medailles omgehangen. U ziet daar het algemeen klassement. Kijk maar eens hoe ver ze voor staat op nummer 2. Slivenko 2,57, Avdalian 2,41 en Davidova ook 2,41. Het lichaamsgewicht bepaalde daar
de uitslag tussen nummer 2 en 3. Europese kampioenschappen gewichtheffen, vrouwen in de klasse tot 75 kilo. De wedstrijden vinden plaats in Straatsburg. Het is een rechtstreekse uitzending. Er is op het ogenblik een pauze tussen de twee onderdelen. Want u weet, het gewichtheffen gaat over het trekken en het stoten. De beste prestaties bij elkaar opgeteld bepaalt een algemeen klassement. En degene die daar bovenaan eindigt mag zich Europese kampioenen noemen in deze gewichtsklasse. Zowel het trekken als bij het stoten krijgen de deelnemers 3 pogingen. En de beste van elke 3 telt voor het algemeen klassement. U ziet daar de omcirkelde gewichten. Dat zijn de hoogste die de vrouwen gehaald hebben. En die tellen mee voor het algemeen klassement. Daar gaat de allerrechtse kolom. Dat zijn de gewichten waarmee straks begonnen gaat worden bij het stoten. En het ziet er naar uit dat de Duitse van de Krans en Kolesja uit Wit-Rusland, dat die ook hier gaan beginnen zoals dat zojuist bij het trekken ook het geval was. En dit is de Wit-Russin, inderdaad Kolesja, die met 115 kilo gaat beginnen bij het stoten. Ja, 115 is haar persoonlijk record. Dat haalde ze verleden jaar in Santo Domingo bij de wereldkampioenschappen. Verleden jaar bij de wereldkampioenschappen voor junioren in China begon ze met 125, maar dat was te hoog gegrepen. Dat heeft ze 3 keer gemist. En daar heeft ze van geleerd. Daarom begint ze nu wat lichter. En is het toch nog knap dat je met 115 begint, een gewicht dat gelijk is aan je persoonlijk record. Nu dus wel gehaald en het falen in China bij de wereldkampioenschap junioren is niet herhaald. Ze woont in het Wit-Russische Brest en deze Kalusha weegt 74,93 kilo en is 1,62 meter lang. Het is een kleintje. En ja, ze heeft dan 106 kilo getrokken en is nu begonnen met 115 kilo bij het stoten. En ik zie daar dat ze vraagt dan in de tweede poging van 120. Dat betekent dat de Bulgaarse Rusinska, die ook 120 wil in de eerste poging, dat die eerst op het podium moet komen. En als die geweest is, dan zien we Kalusha weer. Maar ik zie daar van onderen ook Valentin. Dat is jammer. Die Valentin die was heel erg goed bij het trekken. Die begint ook met 120 bij de laagste met stoten. Dat betekent dat ze niet meedoet in de strijd om een van de ereplaatsen in het algemeen klassement. Maar ja, die zilveren plak bij het trekken, daar zal ze ook best blij mee zijn. Nou, de halter is geladen. Is nu op 120 kilo gebracht. En daar komt Slavejka Rusinska uit Bulgarije. En die gaat hier voor 120 kilo. Ze is lid van de vereniging Ladimex in Burgas in Bulgarije. De coach is Dimitar Kovacev. En sinds de Olympische Spelen in 2004 heeft ze niet meer aan internationale wedstrijden meegedaan. Dit is de eerste optreden weer na Athene. Daar stootte zij 135. En ze werd vierde in het algemeen klassement. En nu begint ze met 120. 15 kilo onder haar topbeurt. Nou, ze heeft het gehaald. En dan zouden we nu Valentin uit Spanje moeten krijgen. Die had ook 120 opgegeven. Tenzij ze zich bedacht heeft. Het bijvoorbeeld in de warming-up lekker liep. En dan wil het nog wel eens gebeuren dat de dames er een paar kilootjes bij vragen. Als het slecht gaat in de warming-up kan je niet meer terug. Dan moet je je toch houden aan het gewicht dat je aanvankelijk hebt opgegeven. De weg terug is er dus niet meer, maar omhoog kan wel. Het is dus zaak om bij die aanvangsgewichten toch enigszins makkelijk gewicht op te geven. Waarbij je altijd de mogelijkheid hebt om meer te vragen.
als je eenmaal aan de beurt bent. En afhankelijk van de vorm van de dag maak je van die mogelijkheid gebruik, ja of nee. Ja, Valentin gaat door naar 125. En die ammoniak, daar had ze niet zoveel trek in. Dat werd er een beetje opgedrongen door de coach. Kulesja gaat naar 121 kilo. De Wit-Rus in. 121 kilo. De vaart moet er nog een beetje inkomen. Maar de dames zijn de kat een beetje uit de boom aan het kijken. Elkaar op waarde taxeren. Een beetje loven en bieden. Elkaar aftroeven. De coaches helpen daar een handje mee. En heel mooi uitgestoten. Kort en snel. Ellebogen direct op slot. Het gewicht komt niet meer terug. En die 121 kilo die tellen voor Kulesja. 121 kilo voor Kulesja. Persoonlijk record is 115. Daar gaat ze nu dus 6 kilo overheen. En dan komt ze heel stapje voor stapje toch nog heel dicht bij die 125 kilo die ze verleden jaar in China probeerde en die ze 3 keer miste. Je kan er veel beter naartoe groeien dan dat je in één keer veel te hoog in gaat zetten. Want dat leidt tot niets. En dat blijkt ook wel uit wat zij daar gedaan heeft in Hangzhou in China. Bij de EK junioren heeft ze verleden jaar ook nog meegedaan in Palermo, Italië. En daar stoten ze 111. Dus is voor haar doen goed in vorm. Ze had 122 gevraagd voor de derde en laatste beurt en ze vraagt nu 125. Dat betekent dan dat Ruzinska, die boven haar staat met 125, nu het eerste aan de beurt is. Maar ik zie daar beneden nog 3 keer 125 staan voor Mironiuk, Krans en Valentin. En die hebben hun eerste beurt opgegeven. 125 moeten daar nu mee gaan beginnen. Mironiuk. 125 kilo. Eerste beurt 125. Persoonlijk record is 134. Verleden jaar bij de EK in Polen. Korte tijd daarna bij de WK in de Dominicaanse Republiek 125. En nu weer 125 kilo. Maar wil ze het gewicht halen, benaderen dat ze verleden jaar haalde bij de EK, dan moet er nog 9 kilo bij. Bij deze studenten uit Lutsk in Oekraïne. Krans, de Duitse, 125 kilo. PR is 130. Een verleden jaar in Polen tijdens de EK. Daar zit ze nu dus in de eerste poging 5 kilo onder. Staat makkelijk op. Dan eventjes de juiste uitgangspositie zien te vinden. Om er vervolgens uit te knallen. En dat is in één keer raak. 125 kilo. Voor deze 22-jarige Duitse uit Schmalkalden. Haar beste prestatie is een derde plaats bij de Europese kampioenschappen voor junioren. 3 jaar geleden in Burgas in Bulgarije. Daar trok ze 90 en stootte ze 115 met een totaal van 205. Ze heeft altijd in deze gewichtsklasse getild. Deze Yvonne Krans uit Duitsland. De een na zwaarste klasse voor de vrouwen. Tot 75 kilo. 125 kilo voor Valentin. Die gaat ook voor 125.
Nou, de eerste drie. De eerste vijf hebben we gehad. Drie zijn nog niet op het podium geweest. Gurs Husdian uit Armenië, Matsevand en Kiseleva uit Rusland. Die drie die hebben we nog niet gezien bij het stoten. Valentin, 125 kilo, de Spaanse. En ik hoop dat ze kan blijven lachen, zoals ze lachte bij het trekken. Wat ze heel erg goed gedaan heeft met 115. Nu 125 beginnen, wetende dat haar persoonlijk record 122 kilo is. Ze gaat 3 kilo boven haar persoonlijk record uit in deze aanvangsbeurt. Bijna ongepast, maar ze weet wat ze waard is. En ze doet het gewoon, ook deze beurt is goed. Deze Spaanse Lidia Valentin, die is in topvorm. En die heeft het laatste jaar een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Ze is stukken sterker dan verleden jaar. Ze trok verleden jaar niet meer dan 103, nu 115. Ze stootte niet meer dan 122 en begint nu met 125 kilo, deze Spaanse. Geboren in Campo Don Raya. Nou, ik spreek dan liever het woordje Madrid uit, want daar woont ze momenteel. En daar is ze lid van de vereniging Latina. Ruzinska. De Bulgaarse van 73,8 kilo. Lichaamsgewicht. Heeft 102 getrokken. 120 gestoten in de eerste poging. Hij stoot nu ook heel makkelijk dit gewicht uit. Heel rustig. Ik zou zeggen, niet gek te krijgen. En pakt hier de 125 kilo in de tweede poging. Maar ja, als ik dan haar prestatielijst zie. Nu 125. Haar laatste wedstrijd stoten ze 135 in Athene tijdens de EK. Hetzelfde jaar bij de Olympische Spelen in Athene. Hetzelfde jaar bij de EK 125 kilo. En een jaar eerder bij de WK in Canada 140 kilo. Dus heeft veel meer in haar mars dan wat ze tot nu toe hier laat zien. Kulesja. 126 kilo. Uit Wit-Rusland. Ze heeft 106 gestoten. 106 getrokken, 115 gestoten in de eerste poging, 121 in de tweede, gaat nu voor 126. Derde en laatste poging. En klaar met de wedstrijd. En als ze dit haalt, heeft ze, nee, ze haalt het niet. Ze blijft dus op 106 trekken staan en 121 stoten, dat geeft een totaal van 227 kilo. Zij is klaar. En ze mag zich gaan omkleden. Er zijn nog 7 van de 8 vrouwen in de strijd. 5 hebben we gezien. 3 moeten er nog komen. Het gewicht staat op het ogenblik op 126 kilo. Dat betekent dat die 3 die we nog niet gezien hebben, aanvangsgewicht hebben die uitgaan boven de 126 kilo. ...143 kilo zie ik daar staan als aanvangsbeurt voor de Armeense. Die mag niet meer terug, dus die moet daarmee gaan beginnen. En dan staat het wereldrecord stoten staat op 158 kilo. Bij zowel de senioren als de junioren. Op naam van Svetlana Podibova uit Rusland. Verleden jaar gevestigd bij de WK in Hangzhou in China. Nou, als ze in de buurt komt, dat zal er van afhangen straks hoe moeilijk of hoe makkelijk die aanvangsbeurt van haar gaat. En misschien komt er nog wel wat bij. Terug kan niet meer, maar ze kan die 143 nog wel verder opkloppen. De 130ers komen daar van de tafel af, de administratietafel, achter het podium. En hier komt dan Kiseleva. De Russin die voor 130 kilo gaat. In de eerste beurt.
142,5 haalden ze 2 jaar geleden bij de EK in Sofia in Bulgarije. Daar werd ze 2e in het algemeen klassement. Een jaar eerder werd ze Europees kampioene bij de junioren in Minsk in Wit-Rusland. Toen stootte ze 137,5. Nu begint ze dus met 130. Dat is een hele voorzichtige beurt voor haar. En als de vorm er is, dan moet dit een eitje zijn. Dan moet dit heel makkelijk gaan. Nou, en het gaat makkelijk. Safety first. Even zijn eerste beurt vastzetten. En dan vervolgens alles uit de kast halen. Dat gaan we straks zien. Kiseleva. Olga Kiseleva uit Rusland heeft 130 gestoten in de eerste poging. Ze haalde bij het trekken 105. Eén gewichthefster is klaar. Dat is Irina Kulesja uit Wit-Rusland. Die het totaal heeft van 227. En dat is al meer dan de winnaar van de B-groep die op 2.15 kwam. Mironiuk, 130 kilo. In de tweede beurt. 130 kilo voor Mironiuk uit Oekraïne. PR 134. De verleden jaar bij de EK in Polen. Gaat nu voor 130 in de tweede beurt. En die telt. Is goed. Yvonne Krans, 130 kilo in de tweede poging. De Duitse. Die gaat haar beste prestatie evenaren als ze dit haalt. Deze Duitse sportsoldaat. Van 1,57 meter lang. 73 kilo zwaar. En die gaat hier 130 kilo stoten. Wat werkelijk alles uit de kast. Ze vecht ervoor. En ze krijgt het niet cadeau als ze het haalt. Nou, eventjes stilstaan en hij mag neergelegd worden. Beurt is goed. Yvonne Krans. Nou, persoonlijk record geëvenaard. En nu proberen het grensje wat te verleggen. Maar daar heeft ze nog één beurt voor. Daar zien we ze straks voor terug. Ze vechten voor, hoor. Het is een vechtertje. Ja, geen angst. Ze duikt erin. Ze stoot het omhoog. Hoofd naar voren, kin naar de borst. Zet de boel helemaal vast. En als je bang bent voor dat gewicht, dan durf je dat niet. En dan komt het net zo hard naar beneden als dat het omhoog gegaan is. 130 kilo voor Lidia Valentin. Ja, die is toch ook wel lekker bezig, de Spaanse. 130 kilo. PR tot vandaag was 122. Daar is al 3 kilo overheen gegaan naar de aanvangsbeurt. En nu plakt ze er nog eens een keertje 8 kilo tegenaan. 122 haalde ze verleden jaar bij de EK in Polen. Daar werd ze toen 8e in het algemeen klassement. Nu heeft ze 115 getrokken. Dat is ook alweer 12 kilo meer. 130 kilo stoten. Dan gaat ze 8 kilo boven haar PR uit. Een enorme progressie. Het laatste jaar. En zij heeft hem. Ja, ja. Hele sterke vrouw, deze Lidia Valentin uit Spanje. Ze heeft nu al een totaal van 2,45 en haar persoonlijk record was tot nu toe 2,25. Dus ze gaat al 20 kilo boven haar persoonlijk record uit in het algemeen klassement. Nou, dit moet hoog gaan eindigen. Dat kan niet anders. Ruzinska, de Bulgaarse. Derde laatste poging, 130 kilo.
Ruzinska haalde 120 in de eerste, 125 in de tweede beurt. Gaat nu voor 130 kilo. Ruzinska, de Bulgaarse. Vierde Olympische Spelen. Dan stoten ze 135. Nu gaat ze voor 130 kilo. Ze heeft 102 getrokken. Ze zoekt het juiste moment en dat heeft ze gevonden. Ze stoot hem uit en weet het te fixeren. En daarmee 130 kilo voor Slaveka Ruzinska uit Bulgarije. Met een totaal van 232. Vijf goede beurten. En die 232, ja, dat is bij lange na niet wat ze kan, hè. Want ja, ze zit toch meestal rond de, in deze gewichtsklasse rond de 250 kilo. Dat kan ze makkelijk halen. En daar blijft ze nu ver bij achter. De vorm is er niet. Maar ze heeft wel mooi staan tillen. Totaal van 232. Twee van de acht zijn klaar. En zij heeft de leiding. Slaveka Ruzinska met 2,32. En op de tweede plaats staat Irena Kulesja uit Wit-Rusland met 2,27. Maar goed, we zijn met z'n achten. Dus er moeten er nog zes geplaatst worden. Mironiuk, Oekraïne. Heeft 130 gehaald in de tweede poging. 125 in de eerste. Ze heeft 106 kilo getrokken. Gaat nu voor de derde en laatste poging. Stoten. Eerst komt Krans nog. Oh, ze gaat hoger. 131 voor Krans. En dat betekent dat Mironiuk uit de Oekraïne, die bijna het podium opstormde, dat hij hoger gaat beginnen dan die 131 die Krans nu neemt. Krans neemt geen risico, die doet er maar 1 kilo bij. En dat mag. Van de eerste naar de tweede beurt moet het minimaal 2 kilo zijn. Maar in de derde beurt moet het een veelvoud van 1 kilo zijn. Mag je zelfs met 1 kilo omhoog gaan. En daar van die mogelijkheid een nieuwe regel. Sinds 1 januari maakt deze Yvonne Krans gebruik. Ze gaat slechts 1 kilo omhoog in haar derde poging ten opzichte van de tweede beurt die 130 was. En ze pakt een 131 kilo. Ja, ja. Het is een vechtertje. En ze heeft behoorlijk geknokt. En ze haalt hem. 131 kilo. En dat is een nationaal record voor Yvonne Krans. Dat stond op 130 kilo sinds verleden jaar in Wladyslawowo in Polen. Daar stoten ze 130. Dat heeft ze nu in de tweede poging geëvenaard. En in de derde beurt gaat ze er 1 kilo overheen en pakt ze 131 kilo. Waarmee ze op een totaal van 232 komt. En dan is zij lichter dan de Bulgaarse, dan Ruzinska, die weegt 73,8 en Krans weegt 73,17. Ze hebben allebei een totaal van 2,32. Dat betekent dus dat op dit moment Yvonne Krans, de Duitse, op de tweede plaats staat. Op de eerste plaats staat, sorry. En op de tweede plaats de Bulgaarse. En op de derde plaats staat de Wit-Russin Kulesja, die 2,27 heeft. Maar we zijn nogmaals met 8 deelnemsters. Er zijn er nu 3 klaar. En dat betekent dat er nog 5 in de strijd zijn. Mironiuk gaat naar 132 kilo. 132 kilo voor Mironiuk. Die heeft 106 getrokken en inmiddels ook al 130 gestoten. Heeft al een totaal van 236 en gaat nu proberen dat op 238 te brengen door 132 kilo te stoten. Mironiuk uit Oekraïne. 23 jaar. Geboren en getogen in Lutsk, is daar lid van Dynamo. Ze is 1,61 meter lang, weegt 74,15 en mist daar 132 kilo. Ze blijft op 130 staan, waarmee ze inderdaad een totaal heeft van 236 kilo. Mironiuk heeft de leiding. En daar komt de Spaanse Fury, Lidia Valentin. Spanje, 115 getrokken. 130 gestoten, ze stijgt met een enorme, ja, progressie boven haar eigen kunnen van dit moment tot dit moment uit. Persoonlijke records worden verpletterd. En met 115 trekken en 130 stoten staat ze op 2,35. Als zij dus nu die
132 haalt, dan neemt zij de leiding. En dan is ze in ieder geval vierde in het algemeen klassement op dit moment. Ja. Ze heeft hem heel breed vast. Hoef ze maar kort uit te stoten. En ze haalt hem. Ook deze is goed. Wat een vorm, wat een vorm. 6 goede beurten. Met prestaties die ver boven haar persoonlijke records uitstijgen. 132 kilo. Ze heeft nu een totaal van 2,37. En is daarmee in ieder geval vierde. Maar ze heeft er zijn er nog 3 in de strijd. En die moeten maar zien of ze nog boven die Spaanse uitkomen. Dan valt ze misschien nog in de prijs in het algemeen klassement. Matveva, Tatjana Matveva, gaat voor 135 kilo. Heeft 108 getrokken. En als ze dit haalt, heeft ze 2,43 totaal. Dan neemt zij dan in ieder geval een plaatsje bij de eerste 3. En dat gaat dan ten koste van Lidia Valentin uit Spanje. Maar Kiseleva, die moet het ook nog maar eens een keer waarmaken. Dat ze een plaatsje gaat veroveren bij de eerste 3. Ja, deze zit. Ja, ja. Ze is blij. Ze heeft een prijs. 135 kilo met 108 trekken is 2,43. Dat betekent dat zij in ieder geval bij de eerste 3 eindigt. Ze staat nu eerste, maar als die Armeense alles uit de kast haalt, dan zou dat wel eens de nieuwe Europese kampioen kunnen worden. En dan wordt Matveva, die we net die 135 zagen stoten, die wordt dan tweede. Kiseleva, die gaat naar 135. Nou, en als Kiseleva dit haalt, dan heeft ze 2,40. En dan is Lidia Valentin, valt dan net buiten de prijzen in het algemeen klassement, want die heeft 2,37. Die wordt dan vierde. Die staat dus nu nog op de derde plek, maar die wordt dan vierde. Dan zouden de prijzen verdeeld worden tussen de Armeense, de Russin en de twee Russinnen. Matveva en Kiseleva. Dit is Olga Kiseleva. Nee, die haalt hem niet. Ja, en dat was heel erg zwaar voor haar. En dat betekent dat ze nog op 2,35 staat. Nu nog 2 kilo achter de Spaanse. Dus de Spaanse die maakt kans op brons in het algemeen klassement. Als deze Russin hem ook in de derde beurt niet haalt. Ze heeft dus nog een derde beurt om die 135 over te doen. Maar ze heeft angst. Hè? Ze gooit haar hoofd in de nek. Ze duikt er niet in. En nu snel genoeg, explosief genoeg uit weet te stoten. Dan moet je er niet bang voor zijn voor zo'n gewicht. Dan moet je erin duiken. Je kin naar de borst brengen. Je hoofd helemaal naar voren. Schouders vast. Elleboog op slot. En dan heb je zo'n beurt. En ze is bang voor het gewicht, die Kiseleva. En dat begrijp ik niet, want ze heeft 142,5 al op haar naam staan. Sinds 2 jaar geleden. Ze is verleden jaar niet op het internationale podium geweest. Maar het jaar daarvoor heeft ze 140,42,5 gestoten. En ze is nu bang voor 135. Olga Kiseleva uit Rusland. Gaat ze hem overdoen? Of komt er een ander? Gursudian, Armenië. Die zit zich daar te prepareren. In alle rust. Mag ik wel zeggen. Ja. Ze gaat hem overdoen. Want haar landgenote Matveva heeft hem al gehaald. Die 135. Nou, er zal wel spanning zijn in het Spaanse kamp. Die kunnen er niets meer aan doen. Lidia Valentin staat uit op 237 met 115 trekken en 132 stoten. Deze Russin staat op, die Olga Kiseleva staat op dit moment op 235. Ze moet die 135 halen om de Spaanse van
brons af te houden. Ze hebben dan hetzelfde totaal, maar de Russin is dan lichter dan de Spaanse. En dat bepaalt dan dat ze wint. En ze heeft hem. Ja, ja. Nou. Fijn voor haar, jammer voor Spanje. Ze heeft dus nu een totaal van 2,40. Kiseleva. 105 trekken en 135 stoten geeft een totaal van 2,40. Waarmee zij dus nu vrijwel zeker de bronzen medaille meeneemt. En Lidia Valentin op de vierde plaats eindigt met een totaal van 2,37. Waarbij ze dus 6 goede beurten heeft en de persoonlijke Spaanse records heeft verpletterd. Deze Russin, Olga Kiseleva, staat een beetje onder haar kunnen te tillen, maar neemt dan toch maar de bronzen medaille mee naar Moskou. Gurshu Dhyan, die gaat beginnen met 136 kilo. Ze haalde verleden jaar bij de Europese kampioenschappen 146. Dit is daar dus 10 kilo onder. En dat zien we wel aan de manier waarop ze dit gewicht omhoog gooit. Ze werd verleden jaar derde bij de Europese kampioenschappen. Maar ja, ze is nu niet meer te temmen. Ze trok toen 115 en nu 122. Maar ze stoten wel 146. Dus er kunnen nog 10 kilootjes bij. Als ze de vorm van verleden jaar heeft. Het Europese record staat op 158. Daar tipt ze nog niet aan op dit moment. Maar als ze straks alle remmen losgooit, wie weet. Nou, die heeft waarschijnlijk daar een hoogwaardigheidsbekleder even aan de lijn uit Spanje. Die haar feliciteert met de fantastische prestaties. Want ja, ondanks het feit dat ze tussen aanhalingstekens slechts vierde wordt, is die 2,37 van deze Spaanse toch wel fantastisch. Matveva. De Russin haalde 135 kilo in haar eerste poging. Zij is regerend Europees kampioene. Trok 112 en stoten 145. In een klasse lichter. Zij verdedigt dus niet deze titel, maar in de klasse tot 69 was deze Tatjana Matveva verleden jaar Europees kampioene. Ze is nu een klasse zwaarder. En dan zou je mogen verwachten dat ze dan boven de prestaties van verleden jaar uitstijgt. En dat is nog niet het geval. Het is voor het eerst dat ze in deze gewichtsklasse uitkomt. Tatjana Matveva komt dus uit de 69 kilo klasse. Daar is ze regerend Europees kampioene. En als ze dit haalt, zit het er waarschijnlijk in dat zij, ondanks het feit dat ze een klasse zwaarder uitkomt, toch de zilveren plak mee gaat nemen. En dat gaat ze zeker doen. Ja, ja. Ja, ja. Ze is er heel erg blij mee. En terecht. Want het is toch altijd een gok. En klasse opschuiven. En ze maakt het daarmee de Armeense toch weer een beetje moeilijk. Hè? Want die staat op 136 en die moet dan, ja, toch ook die 139 halen. Want die is iets lichter. Nee, ze is zwaarder. Die Armeense is zwaarder dan de Russin. Dus die Armeense moet nu naar, dat zal haar antwoord moeten zijn, minimaal naar de 140 toe om het stoten te winnen. Matveva staat op 139. Daar komt de Armeense. Wat gaat hij doen? Ja, gaat naar 140 kilo. Als ze dat haalt, dan heeft ze de gouden plak weer in haar bezit bij het stoten. Ze heeft het trekken gewonnen en dan gaat ze ook het stoten winnen. Maar Matveva heeft ook nog een beurt. En die is dus iets lichter dan deze Armeense. 19 jaar. De nieuwe Europees kampioen. En wat makkelijk. Wat gaat dat makkelijk. Wat een klasse, wat een klasse. 19 jaar, 1,65 meter lang, lichaamsgewicht 74 kilo. Dat staat daar 140 kilo te stoten alsof het, ja, een natte krant is. Fantastisch.
komt in de buurt van 2 keer haar eigen lichaamsgewicht. Ongelooflijk. Wat een sterke vrouw. 140 kilo. Heel makkelijk. Nou, ze hebben allebei nog een beurt te gaan. Dat wordt heel spannend. Kijk, ze heeft dus, die Armeense heeft 122 getrokken en de Russin 108. Dus bij het algemeen klassement is gewoon de Armeense Europees kampioene. En de Russin, die heeft zilver. Deze Matveva. De tweede Russin, Kiseleva, die is derde geworden. Die heeft brons. Nou, die koers die is gelopen. Waar het nu tussen deze twee nog om gaat, dat is wie gaat de gouden plak winnen bij het stoten. He, dus het algemeen klassement is bekend. De Armeense is Europees kampioene. Deze Russin Matveva is tweede, heeft zilver. En de derde plek is ook voor Russin, voor Kiseleva. Nu gaat het erom, wie gaat er met goud naar huis? He, bij de Europese kampioenschappen kan je 3 medailles winnen. Trekken, heeft goud, zilver en brons. Het stoten en het totaal. Olympische Spelen is dat niet zo. Daar heb je alleen maar het algemeen klassement. Goud, zilver en brons. 3 medailles. Hier zijn er 9 te verdienen. En 3 per persoon. Win je het trekken, dan heb je goud. Win je het stoten, dan heb je goud. Win je het totaal, dan heb je het echte goud. Nou, Matveva gaat hier naar 145 kilo. Dat is een sprong. Poeh, dat is heel erg veel. En daar moet straks antwoord op komen van de Armeense. Het gaat dus nu om goud bij het stoten. Als zij dit haalt, dan dwingt ze straks de Armeense 146 te gaan stoten. Wat gaat Matveva doen? Matveva heeft wel eens 145 gehaald. Dat was in het verleden jaar bij de Europese kampioenschappen. Toen werd ze dus in een klasse lichter. In de klasse tot 69 haalde ze 145, werd ze Europese kampioene. Nu is ze in de klasse tot 75 kilo. En gaat ze proberen hetzelfde gewicht nog een keer te halen. Doet ze dat, dan heeft ze goud bij het stoten in haar vingers. Maar dan kan er nog een antwoord komen van de Armeense. De Russin. Tatjana Matveva. Gaat ze hier voor goud? Ja of nee? Oei, nee, net niet. Ze blijft op 139 staan. En heeft dan een totaal van 247 kilo. Haar landgenoot Kiseleva heeft een totaal van 240. En dan heeft de Armeens op dit moment een totaal van 262,5. Wint ook al goud bij het stoten omdat zij 140 heeft gehaald. En Matveva blijft, omdat ze deze beurt mist, staan op 139 kilo. Wat doet de Armeense? Haar sportieve plicht. Neemt ze nog een poging? Bijvoorbeeld een ultieme poging om te proberen het Europees en wereldrecord te verbeteren. En nee, dat doet ze. Ze gaat naar 147 kilo. Ze gaat toch proberen. Nee, dat wordt geen Europees record en dat wordt geen wereldrecord. En dat wordt ook geen record bij de junioren. Ze gaat gewoon haar sportieve plicht doen en proberen een zo mooi mogelijk resultaat neer te zetten. In deze wedstrijd. Haar sportieve plicht. En ze haalt het niet. Nou, wel heel mooi gedaan. Het was een beurt om niet. Maar ze wilde even laten zien hoe sterk ze wel niet is. Nou, ze is sterk. 122 kilo getrokken. 140 gestoten. Een totaal van 266 kilo. Met kop en schouders boven de rest uit. 1 Gurs Houdian uit Armenië. 19 jaar. De jongste deelnemster. Wordt Europees kampioene met een totaal van 266 kilo. Dan de 2 Russinnen, Tatjana Matveva en Olga Kiseleva. Op plekje 2 en 3 met totalen van 247 en 240 kilo. Dan op de 4e plaats de Spaanse Lidia Valentin met een totaal van 237. En op de 5e plek Nadia Mironiuk, Oekraïne met 236 kilo. Hier nog een poging. De 147 kilo te stoten door de jongste deelnemster Gripsme Gurs Houdian uit Armenië. En ze heeft een hele spannende wedstrijd laten zien. Maar het is voor mij bijna onmogelijk om die naam goed uit te spreken. Het is gelukt en het was een hele mooie wedstrijd. Dit is de uitslag van het stoten. Ik heb hem u al gegeven, maar u kunt het nog eens nalezen. Gurs Houdian 140 kilo, Matveva 139, Kiseleva 135 kilo en dan de Spaanse 132 kilo.
Mooie wedstrijd, spannende wedstrijd, apotheose. Hier het algemeen klassement. U ziet hem. Goeselian 2,62. Matveva 2,47. En Valentin ook 2,47. Nou, het zit erop. Het was een hele spannende wedstrijd. Mijn naam is Piet van der Kruk. Straks om 8 uur ben ik terug met de mannen in de klasse tot 69 kilo.